kent eigenlijk helemaal niks. Ja, nee, we zijn hier natuurlijk hier aan het flyeren voor het evenement van Maluku United, de start van Maluku United, wat we groots willen uitpakken. Met 4 september persconferentie, 5 september business diner en 6 september in het stadion. Een grand opening met een voetbalcircuit voor de kinderen, hopelijk wat hooggeplaatste gasten erbij. Dus allemaal ten bate van het bekendmaken van het start van Maluku United Ambon. Gewoon lekker voetballen, wie zin heeft, kan daar voetballen meedoen. En de rest kan dadelijk zeggen van 4 ballen, is het dan? Hun zijn het voetbal. Maar je kunt ook gewoon zeggen van als je een paar kinderen voorbij speelt, van pak een bal, trap er wel mee of overgooien of volleybal of iets. En een aantal mensen willen een beetje flyeren. Voetballen, flyeren, promoten, fishbowl. Waar zijn we? We zijn nu op La Panga Medeca. We zijn de flyers aan het ronddelen voor de kinderen die aanwezig zijn. Als ze zouden willen, hebben ze de mogelijkheid om samen trainingen te volgen met de 2 trainers die even vanuit Nederland komen. Het is leuk. Je ziet iedereen bij elkaar. Ze trainen samen, ze spelen samen. En je ziet de saamhorigheid weer samenkomen, met welke sport dan ook. Taekwondo heb je hier, badminton heb je daarachter. Voetballen heb je, volleybal heb je, basketbal heb je. Ja, samen één. Op het midden van Ambon, voor het gouverneursgebouw, dit is La Panga Medeca. Voorheen lag hier altijd een veld in. Dat heeft de nieuwe gouverneur destijds, ondanks andere beloftes, heeft hij dat weg laten halen omdat hij vond dat het beter was voor zijn parades. En het hele grasveld waar veel kinderen en mensen gebruik van maakten om te spelen, dat was in één keer verdwenen. Dus omdat ze toch al zoveel velden hebben hier, nou, waarom dan niet eentje minder? Heel jammer. Maar goed, daar gaan wij met Maluku vanuit voor zorgen dat het verandert. Want ons nieuwe sportcomplex wat hier gaat komen straks, zal maar liefst 4 velden hebben. Meer dan genoeg ruimte voor iedereen. Dat flyeren? Ja, ik geef me dan mee. Wat ben je aan het doen, Jesper? Flyers uitdelen voor ons evenement binnenkort. Even kijken voor de Clinic Sepak Bola in november.